Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog voor de mensen die niet kennen. Ik ben Sarah Voert. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op die abonneerknop te klikken. Support your girl en klik op de abonneerknop. En oh my god, wat zie ik dit uit. Het is maandagochtend, of course, begin van de week, nieuwe week, nieuw start, nieuw year, nieuw me. Nee, helemaal niet. Maar ik doe like shit. Dat komt omdat ik de hele ochtend online les heb gehad. Het is nu 1 uur. En ja, ik heb vandaag geen les meer. Ik moet ook niet werken. Ik ga wel potjes. Post op de... Nee, pakket op de post doen van Vinted. Er staan nog steeds een paar artikelen online. Dus ben je benieuwd? Check mijn Vinted. Het is gewoon @sarahvoert. En er staat een linkje in de beschrijving. Always. Altijd staat er een linkje in de beschrijving van Vinted. Dus niemand ziet het altijd. Maar ik heb net ook een beetje een boekhouding gedaan. En ik heb dus nog niet gegeten. En ik was eigenlijk heel erg benieuwd naar iets. Ik heb namelijk een nieuwe samenwerking met YFood. En ik zal het pakketje er even bij pakken. Ik krijg het geleverd in deze huge doos. En hier zitten dus allemaal shakes in. Oh, je hoeft deze dus niet gekoeld te bewaren. Dus daarom heb ik ze gewoon hier. Ja, wat YFood dus is dat ze een drankje hebben ontwikkeld. Wat eigenlijk een maaltijdvervanger is. Ze beloven je dat je een paar uur lang er vol van zit. Even kijken. Ja, langdurig verzadigd gevoel, belangrijke voedingsstoffen, lekker en evenwichtig en een volledige maaltijd. Van 3 tot 5 uur lang zit je vol. Dus ik ga zo meteen zo'n drankje nemen. Kijken hoe dat verloopt. Het is nu 1 uur. Ik heb ook nog niet gegeten, want ik ben een soort aan het intermittent fasting. Ik weet niet hoe je dat ook noemt. Ja, 300 tot 500 calorieën per drankje. Dus dat is ook super chill. Het ligt dus aan de milliliters. Dit is 500 milliliter. Dus deze heeft 500 calorieën. Ja, ze hebben dus ook poeders. Ze hebben echt van alles. Hier zijn alle voedingswaarden. En ze hebben bars. Oh, dat lijkt me ook wel lekker. Zo'n white chocolate bar of zo. Als je echt trek hebt. Dus check de YFood. Check hun Insta. Dus YFood_EU. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb de smaken cold brew coffee, happy banana, crazy coconut, smooth vanilla en alpine chocolate. Voor de mensen die me kennen, I'm a coffee lover. Dus die cold brew koffie lijkt me echt de chills. Maar ik heb net al koffie op. Dus ik heb een heel erg koffiesmaak in mijn mond. Ik denk smooth vanilla. Dus het is een, ja, een drinkmaaltijd. En het hoeft dus niet koud. Maar dat kan wel. Dus ik denk dat ik hem heel even in de vriezer doe. Dan wordt hij wat kouder. Ja, nu gaan we deze proberen. Heel erg benieuwd naar. Dit is ook echt vet handig. Want ik heb het soms zo druk op mijn dag. En een gezonde lunch maken, dat kost gewoon nou eenmaal wat meer tijd. En soms heb ik geen tijd. Want ik heb het echt druk. Hoe chill als je dan even zo'n drankje kan pakken. Ik ben echt heel erg benieuwd naar smaak. Ik ben heel erg benieuwd of het mij gaat helpen. Zoals je weet ben ik heel erg eerlijk. En wil ik jullie geen troep uitsmeren. Dus ik hoop dat het helemaal goed gaat. Ik heb natuurlijk ook een kortingscode voor jullie geregeld. Helemaal vergeten te zeggen door al mijn enthousiasme. Met de kortingscode Sarah10 krijg je 10% korting. Ik zag dat ze nu ook een proefpakket verkochten waarin je alles maken. Dus het pakket dat ik heb gekregen kon aanschaffen. En dit was volgens mij onder de 20 euro, dus met 10% korting. Nou, kom je op best wel een lekker prijsje uit. Ik raad je zeker aan om dus te beginnen met zo'n pakket. Dan kan je een beetje aankijken of het wat voor je is. En ja, of je het fijn vindt, lekker vindt. En ja, dus vergeet zeker niet de kortingscode te gebruiken. Helemaal vergeten te zeggen, I love jullie. Oké, het is nu 1:30 en... Nou, dat drankje wordt natuurlijk niet binnen 5 minuten koud. Dus ik ga denk ik eerst even douchen, maar was het maar zo vies en vet en ik wil eigenlijk even leuke foto's maken. En ik moet ook leuke Insta-stories maken. Ik moet ook nog naar school. Dus ja. Ik krijg altijd de vragen voor welke muurkleur dit is. I don't know, guys. Mijn moeder en mijn ouders hebben dit gedaan. I don't know. En mijn katje wil naar buiten. Kleine poppie. Hallo. Kleine lieve Bo. Wil je zo graag naar buiten? Hè? Deur op slot. Freedom. De tuin wordt trouwens steeds mooier. Lekker groen. Heerlijk. Mooie bloemetjes hier. Love it. Het is alleen niet echt heel erg mooi weer. Beetje frisjes. Maar wat ik dus wilde zeggen is dat ik nu eerst even ga douchen. Oh, dat heb ik al gezegd. Nou, dat ga ik dus eerst doen. En dan ga ik het drankje proeven. Oké, ik ben helemaal gedoucht en al. Dus inmiddels... Alweer 2 uur. Ik ga het nu proberen. Ik ben echt
zo benieuwd hoe dit gaat zijn. Echt heel erg. Het is niet echt per se heel koud. Maar ja, it will do. Oh. Shake well. Oké, okay, dus we moeten wel goed schudden. Smooth vanilla smaak is dit. Mmm. Ja. Het smaakt gewoon naar een vanille proteïne shake eigenlijk. Een soort milkshake. Ja. Mmm. Mmm. Maar ik hou zo echt heel erg van melkdrankjes, milkshakes. Die proteïne. Ik heb ook zo'n vanille proteïne poeder. Ja, ik vind dat gewoon lekker. Mmm. Ja, ik vind het lekker. Nou, ik ga het lekker opdrinken. Ik vind het helemaal leuk. Echt, wat een lifehack. Ik hoop dat het me gaat helpen. Het is nu 2 uur, dus 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ik zit sowieso dan tot het eten vol. Dat is top. Ik ga dit gewoon vaker deze week proberen. Daarna ga ik ook de andere smaken testen. Iets anders leuks trouwens. Een tijd geleden, echt... Nou, was het een paar maanden geleden, 2, 3 maanden geleden, had ik dus bitcoins gekocht. Niet alleen bitcoins, maar bitcoin, mensen die crypto snappen. Ik heb bitcoins, Ethereum, Chainlink, Cardano en Nano gekocht. Dus ja, ik had daar €400 op ingezet, gewoon voor de grap. Ik spoor niet mensen aan om bitcoins of cryptomunten te kopen. Je moet het echt met geld doen dat je niet nodig hebt. Dus stel ik zou €400 verliezen... Dan zou dat mij niks doen, weet je wel. Voor mij €400 kan ik missen. Zelfs gaat fout en prima, weet je. Dus niet met je spaargeld gaan doen. Niet doen als je daar geen geld voor hebt. Wil je het een keer halen voor de grap met €20 proberen, moet je lekker doen. Maar nee, gewoon wees verstandig en sowieso boven de 18 alleen. Please guys, don't do it. Doe het jezelf gewoon niet aan. En het is nu een paar maanden later. Oh, trouwens, ik kan zien wanneer ik heb ingezet. Het was... februari. Oh joh, in februari. En ja, ik heb nu al €250 winst. Ik heb nu al de €650 bereikt. Dus hoe leuk. Ik heb gewoon al €250 winst met eigenlijk niks doen. En Stan die is echt helemaal into bitcoins. Hij snapt het. Ik snap het niet. Ik heb maar gewoon wat gekocht. Ik had een veel te hoog moment gekocht. Ze waren best duur. Dus ik had eigenlijk wel meer geld uit kunnen halen. Maar ja, weet je. Dat maakt allemaal niet uit. Mijn broer zit ook helemaal in de bitcoins. En zegt, je moet het over... 2 maanden ongeveer uitcashen, want daarna klapt de hele markt erin. Hij snapt die hele grafieken en zo alles ervan. Dus ja, superleuk. Ik dacht wel een leuke mededeling. Het is inmiddels 4 uur. Ik heb deze dus nu 2 uur geleden op. Ik heb echt nog helemaal geen honger, maar ik weet niet of het aan mij ligt. Ik heb afgelopen week hiervoor echt super slecht en ongezond gegeten, dus... Misschien dat ik echt nog heel veel reserves heb waar ik op kan leven. Ik ga zo meteen wel even een koffietje drinken. Ik ga denk ik eerst een koffietje drinken. En dan ga ik de pakketjes wegbrengen. En dan ga ik toch alweer bijna avondeten. Dus dat is allemaal super chill. En ik kreeg commentaar dat ik veel te veel naar mezelf kijk. En dat komt omdat ik perfectionist ben. En als ik edit en ik zie dat ik niet scherp ben. Dan kan ik... Oh, dan word ik helemaal gek. Dus ik probeer eigenlijk altijd te kijken van... Ben ik scherp? Maar ik moet jullie natuurlijk gewoon aankijken. Want ik praat tegen jullie. Dus het is heel stom van mezelf dat ik dat niet doe. Dus ik ga er echt op letten. Want ik vind het zelf ook echt heel erg irritant dat ik het doe. Dus I'm so sorry. Maar ik ga er echt op letten. Alright. Het is inmiddels 8:30. Ik heb net een superleuk notitieboekje besteld. In ieder geval die ga ik nu bestellen. Ik wil namelijk even wat eerder. Of in ieder geval wat meer ritme in mijn leven bouwen. Want ik heb vaak dat ik... Echt gewoon veel te laat opstaan. En gewoon mijn wekker staat vroeg. En ik word vroeg wakker. Maar ik kom gewoon niet mijn bed uit. Ik kom gewoon niet mijn bed uit. Ik word gewoon 9 uur wakker. Dan word ik 8 uur wakker. 8:30. En ik ga meestal pas 10 uur 30 mijn bed uit. Het is gewoon zonde van een dag. Je gooit gewoon uren weg. Wat zonde is. Dus ik wil eigenlijk gewoon elke dag rond 8 uur opstaan. En dan wil ik gewoon lezen uit een boek. Dus ik ga ook even een nieuw boek bestellen. Ik denk Master Your Mindset. Dat ik die ga doen. En een boekje dat ik dingen kan opschrijven. Wat ik die dag wil gaan doen. En een beetje planning. En gewoon, ja, dat je met je gedachten kan uiten, weet je wel. En ja, dat wil ik dus gaan doen. Dus ik ga hem nu een leuk notitieboek bestellen. Het heet op Unique. Het is eigenlijk niet echt iets heel groots. Maar ik vond het boekje gewoon leuk. Dus Unique. En ik heb deze. Ik vond het ook gewoon een mooi design. Dat ik hem gewoon in mijn kamer kan neerleggen. Kijk, dat is gaaf. En dan heb ik hem gelineerd. Dus gewoon met lijntjes.
En dat was 20 euro, dus helemaal leuk. Ik ben een beetje aan school aan het zitten. Ik doe ook echt... Ik zat alleen maar YouTube-filmpjes te kijken en geen kloten te doen. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon weer kut. Ik moet gewoon even serieus iets gaan doen. Dus ik wil gewoon tijd gaan slapen, morgen op tijd mijn bed uit. En even gewoon wat ritme, want ja, ik ben mezelf gewoon hemelzat, gewoon oprecht. Het is inmiddels 11:30 en ik heb nog niks aan school gedaan. In ieder geval nog niks. Ik heb echt... Ik ben geen stap verder. I fucking hate myself. Oh nee, bitches always love yourself. Love yourself first. Most important thing in life. Oké. Ik heb ook nog mijn nagels gelakt. Mijn teennagels. En een leuke nude kleur. Leuk. Mooie voeten. Ik haat voeten. Gadverdamme. Ik ga nu lekker naar bed. 11:30. En ik wil morgen dus om 8:00 op gaan staan. We can do it. I hope so. Ik ben echt heel vervelend moe. Dus ik ga snel die camera uitgooien. Goedemorgen allemaal. Dag 1 dat ik vroeg opsta is semi gelukt. Het is 9:50. Dus ik wilde 8:00 opstaan. 9:50 is goed, vind ik. Het is echt vet maar weer. Love it. Ik ga nu even naar beneden. Ik wil eigenlijk echt lezen, maar ik heb nog geen boek. Ik ga even kijken wat ik ga doen. Oké, my outfit of the day. Ik heb nog geen make-up op, maar is ook niet nodig per se. Ik heb een zwarte blouse aan van Shein. Daarbij deze mom jeans van de H&M. En deze sandalen van de Bershka. Nee, de Pull & Bear. En de broek die komt van H&M. En die broek staat in mijn highlight op Instagram dat je het kan zien. Oké, de online les is voorbij en ik ben nu een beetje aan school aan het werken. Ik ben bijna klaar, dus dat is super chill. Ik heb ook even alvast een lunch voor mezelf gemaakt. Ik heb even een kleine lunch. Ik heb een spinazie eye wrap met een beetje gesmolten kaas en kipfilet gemaakt en een stukje komkommer. En ik moet vanmiddag werken en ik altijd als ik werk dan heb ik wat vet veel honger. Want ja, ik wil niet voor mijn werk veel gaan eten. En dan heb ik geluncht. En dan eet ik echt pas 8-9 uur 's avonds. Dus ik dacht dat ik nu gewoon een kleine lunch neem. Dit is kipas volgens mij. 275 calorieën. Zullen we voordat ik ga werken zo'n shake gaan nemen. Dan heb ik ongeveer 700-800 calorieën op. En dan ja, kan ik gewoon werken. En dan heb ik geen honger als het goed is. Love komkommer. Ik ga het nu opeten. En verder aan school. Weekvlog editen. En ik moet een paar dingetjes voor samenwerkingen doen. Dus dat ga ik ook allemaal doen. Helemaal leuk. Yay! Huge naked haul. Ik heb echt fucking veel leuke broeken. Oké, mijn groep staat open. Ik heb al fucking veel leuke broeken. Jullie vragen altijd waar mijn broeken vandaan komen. Dus ik heb heel veel leuke broeken besteld. Hopelijk zit het goed. Check nu mijn Insta story. Daar zijn alles, ja... Vandaag online, nu de vlog online is, staan de Insta stories ook online. Dus check mijn Insta, Sarah Verwoerd. Er staan alle broeken, aanbeelden, everything, swipe ups. Dus het wordt geen YouTube shopblog, maar een Instagram shopblog. Dus check mijn Insta verhaal. Oh my god. Even sneak peek tussendoor. Deze broek, I love it. Hij zit zo lekker. Dit is zo'n leuk broek. Guys, deze oudjes van Naked zijn echt te goals. Je moet echt mijn stories checken. Ik heb ook kortingscode Sarah voor 20. Get your discount. 20% off. You know. Support your girl. Ik ben helemaal verliefd op dit oudje. Echt, guys. Love the Naked Haul. Sarah voor 20. Dus voor 20% korting. Check me nu mijn Insta stories. Staan nu online. En anders staat ze in mijn highlights sowieso. Als je bijvoorbeeld een dag later deze vlog kijkt. Ja, voor de kortingscode en de swipe-ups. Nou, ik ben helemaal blij met de naked items. Niet normaal. Zo chill. I love it. Ik ga nu even een shakey nemen. Deze met koffie. Ik had nog helemaal geen
koffie op. Hier zit ook cafeïne in, dus dat is super chill. En ja, ik heb dus lichte lunch op. Nu even dit. Dan zit ik lekker goed vol van werk. Dus dat is helemaal chill. Taste test 2. De cold brew koffie. Heel erg benieuwd wat dit naar een ijskoffie smaakt. Oeh. Ja, er zit ook extra cafeïne in. Love it, need it. Oeh. Mm. Het smaakt eigenlijk gewoon naar een dikkere ijskoffie. Ik denk dat de vanille wel lekker vond, want die was zoeter. Maar zeker ook een lekkere smaak. Oeh. Mmm. Alright, ik ben inmiddels terug van werk. Ik heb daarna nog een rondje gelopen met Anna. Dat was super gezellig. En ik heb vandaag ook een heel leuk... Oh, de batterij is bijna leeg. Fuck. Ik vind mijn batterij verwisselen. Zoals ik in de vorige weekvlog had verteld over mijn nieuwe camera... heb ik dus nog iets heel erg anders gaafs gekregen van Canon. Ik wil het pakketje even openen. Maar ik ga er morgen meer over laten zien. Via Social Friends. Hun hebben deze samenwerking mogelijk gemaakt met Canon. Ik ben heel benieuwd. Ze hebben dus nog een verrassing opgestuurd. Wat het dus is. Zijn Polaroid foto, printer, camera. Die je kan maken met je telefoon. Dus je maakt een foto. En dan kan je hem als Polaroid uit laten printen. Nou echt. Mij bellen gewoon. What the fuck. Ik wil zo graag een Polaroid camera. Maar nooit gekocht. En eigenlijk super onhandig meenemen. Dit kan je dus connecten via het telefoon. En dan kan je dus een Polaroid een foto als een Polaroid uit laten printen. Nou echt. Lifehack. Oh my lord. Ik vind het echt amazing. Ik denk hem ook even een oplader van doen. Zo handig. Oh ja, en hier dus nog van die dingen waar je dus de foto op kan printen. Goedemorgen, zonnezorgen. Dag 2 van vroeg opstaan is gelukt. Het is 8 uur. Het is niet normaal een mooie dag. Love it. Ja, ik ga mijn bed uit. Ik ga editen. Want dat moet echt gebeuren. Alright, ik heb me helemaal opgemaakt. Ik moet echt vaker mezelf elke dag gaan klaarmaken, want I feel so much better. En ik heb een oudje van de shoplof van gisteren aan. En dit topje dus, deze broek, alles is van Naked. Allemaal van gisteren. Deze broek, deze sneakers. Love it. Ik krijg heel veel de vraag... Hoeveel ben je afgevallen? Dit. Ik ga het nu uitrekenen, want ik heb net mezelf dus gewogen. En het gaat echt de goede kant op. Ik ben nu dus al 6 kilo afgevallen. En ik plan erover als ik mijn eindgewicht heb bereikt. Maar als ik mijn doel is bereikt, dan wil ik een video over maken. Zeg maar hoe ik dit heb gedaan. Wat ik heb gedaan. Ik heb namelijk niet zo heel veel over gedeeld in mijn weekvlogs. En het komt om eerste instantie ik... ja, maar eigenlijk een soort schaamde dat ik zoveel was aangekomen. En ik wilde er niet graag over hebben. Terwijl, het is natuurlijk gewoon normaal zijn van de wereld. Iedereen moet wel eens afvallen of op hun eten letten of weet ik het. Zoals je hebt gezien heb ik ook niet veel gesport. Dus ik val echt af zonder heel veel beweging. Ik probeer wel veel te lopen. En af en toe sporten 1 keer in de week. Maar het is niet dat ik fulltime ben aan het gaan sporten. Ik heb het echt op mijn voeding gedaan. Dat zat gewoon echt fout. En nu kan ik ook gewoon lekker genieten als ik naar McDonald's ga of als ik iets slechts eet, weet je wel. Dus ja, als ik mijn einddoel bereik, ik hoop dat het van de zomer is, dan ja, dan zal ik er zeker een video over maken hoe ik dit heb aangepakt, hoe ik het heb gedaan. En ik wil zeker aankaarten dat Stan hier heel erg heeft geholpen. Hij ja, heeft gewoon veel verstand van voeding en sporten en... Hij heeft me heel erg gemotiveerd en elke dag geholpen. Ook als ik het gewoon niet meer zag zitten. Dan zei hij van nee, Sarah, kom op, je kan het. En dit en dat. Dus het is echt niet vanzelf gegaan. Ik heb er zeker hard voor gewerkt. Maar ja, ik hoop voor de mensen die me een tijdje volgen. Dat ze zien dat er al 6 kilo af is, zeg maar. Ik zie het zelf heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk om bij mezelf te zien. Dus ja, ik krijg wel heel veel reacties dat jullie het zien in mijn gezicht.
Nou, dat vind ik wel helemaal leuk. Nou ja, ik ga nu even een koffietje maken. Oké, guys, ik heb nu een tussenbeoordelingsgesprek en ik ben echt fucking zenuwachtig. Dus ik heb niet heel goed opgelet tijdens de les altijd. Dus ik ben echt zenuwachtig. Oké, wish me luck. Het is maar 20 minuutjes, dus I can do this. Nou, ik heb net een gesprek gehad. Ging echt super goed. Ik vroeg ook hoe ik voor stond in minor. En hij zei dat het helemaal goed ging. En als ik gewoon zo doorga, dat het goed komt. Dus dat is echt super fijn. Nou jongens, ik zit nu in de auto met mijn moeder. We zijn onderaan naar Alphen. En ik ga dus naar de opticien. Ik wil een nieuwe bril. Sowieso had ik deze bril altijd al heel los. Zit hij aan mijn hoofd. Dus ik wil eigenlijk nou, een wat sterker montuur. En daarna ga ik naar Anne gezellig. Gaan we vakantie boeken. Dus mee en Nina. En daarna moet ik gewoon weer werken. Dus helemaal druk. En het gaat me niet lukken om de weekvlog online te zetten. Dus dat is een beetje kut. Nou jongens, ik zit weer in de auto. Hele leuke bril. Wat ik dus aan het zeggen was, is dat de bril volgende week pas klaar is. Dus dan kan ik hem laten zien. Ik kan wel even een foto laten zien hoe die stond. Ik ben nu bij Annie en met Esmee. En we hebben net onze vakantie geboekt. Naar Gersonisos. Helemaal leuk. We hebben echt een superleuk appartement. Ik ga het even laten zien. Ik moet zo werken, maar mijn werk zit hier echt wel naast. En ook mijn scooter. Oh ja. Ah, mijn scooter gaat echt met 20 minuten per uur. Huh? Ja, hij is helemaal kapot. Oh. En nog steeds die Vespa. Die zwarte. Ja. 20 kilometer per uur. Ja, gaat iets harder. Maar af en toe zit hij. Nee, maar ik ben. Ik heb een andere positie. Ja, maar je... Hey, die vaas heb ik net vanmiddag gezien met Xenos. Leukste, hè? Ja. Tijdje printje. Ik wil die ook kopen, denk ik. Ja, is echt leuk. Ja, doen voor die. Huh? Waarom kleurt het waterroze? Is dat door die vaas? Leuk. Ja, dat komt omdat die rozen zijn opgezogen. Oh. Er zit kleurstof in die rozen en daardoor is het water. Heel leuk. Oh ja, peprozen. Een typische peprozen. Die hebben altijd bloemen op taal, dat is wel leuk. Ja. Nee, dat is niet leuk. Wel, ik hou van bloemen. Maar je kan ook gewoon zo. Ik ga het appartement laten zien, nee, jongens. Gewoon zo. Ja, maar kijk, zie je de positie? Dat gaat niet. Jij gaat gewoon op die punt zitten. Want wat? Ze zit ons. Ze zegt, ik ga die appartement laten zien. Ze zit ons naast de bloemen. Ga je het tuurlijk. Natuurlijk. Maar zo is toch. Oké, okay, jongens, ik ga het appartement even laten zien. Ik weet niet waar die is. Oké, okay, jongens, dit is ons appartementencomplex. We krijgen dus zo'n leuk appartementje. We gaan dus naar Creta, naar Gersonisos. Kun je jou eten? Nee, dat staat er al op, dat zeg ik net. Dat is heel mooi. Weet je, iemand heel leuk. Iemand heeft lekker mijn kant gegeten. Dit is heel. Sowieso je vader. Je vader is schuldig. Dit is heel dik spul. Leuk! Nou, jullie snappen het wel. Oké, okay, ik ben inmiddels terug van mijn werk. Stan is hier. We gaan even thee drinken en Temptation USA kijken. En ja, niet echt veel doen zo. Good morning. Deze ochtend was wat moeilijker opstaan omdat ik leer met Stan in bed liggen. En dan lig je lekker samen te knuffelen en dan weer echt naar bed. Maar ik dacht, nee, het is nu 8:10, dus ik ben toch mijn bed uitgegaan. Ik ga zo meteen de weekvlog editen, want die heb ik gisteren dus niet online gekregen. Dat vind ik echt kut. En het is echt niet normaal mooi weer. Het is echt heerlijk. Oh, love it. Ik ben helemaal blij van. Ik heb hier opeens een pakketje, zie ik. Oh, mijn wimperseren. Lief Sarah, heel veel plezier met je wimperseren van Rivita Lash. Ik ben er heel erg benieuwd naar wat je ervan vindt. Laat je weten. Ik heb van de agency gekregen. Oh, dit is echt heel leuk. Een wimperseren van Rivita Lash. Heel erg benieuwd hiernaar. Ik ben namelijk de laatste echt bezig met mijn wimpers en zo. Dus. Ik heb inmiddels de weekvlog geëdit. Ik heb even een mascara op gedaan. En gedoucht. Ik heb deze outfit aan. Een topje van Sevoel. En een broek van Naked. Ja, hij zit nu alleen een beetje raar. Want... hier staat het een soort helemaal wijd, omdat deze broek veel te groot is. Dus ik heb hem zeg maar zo gedaan. Hij is veel te groot aan de bovenkant. Het staat, oh, het kaartje zit er nog aan. Maar het staat hier zelfs helemaal bol. Dus ja, het ziet er een beetje, ik weet niet of het kan. De schoenen ook van Naked. Het ziet er een beetje apart uit. Zo'n rommel hier of zo. Ja. Nou ja, in ieder geval. Ik heb een mega grote blauwe plek hier.
zometeen een call, zeg maar over 5 minuten. Dus mijn moeder is vandaag jarig, ze is 54 geworden alweer. Dus we gaan zo meteen lekker taartje eten. Oké, we zitten in de auto. Ik moest niet filmen. Nee, ik moest niet filmen. Die staat wel een stukje in mijn nieuwe weekvlog, hè? Waar? Bij het feestje bij SME. Heel veel, of niet? Gewoon dat je mij een kusje geeft. Inderdaad. Maar we gaan onderweg naar het strand. Heel spontaan. Het is hemelvaart, super lekker weer. We dachten, wat gaan we doen? We gaan naar het bos of we gaan naar het strand. Helemaal leuk. Heb je wel wat gegeten? Alleen ontbeten zeker. Ja. Nou, we gaan er even iets eten, denk ik. We zijn onderweg naar Noordwijk. Ik ga altijd naar Noordwijk. Love it. Een leuke strandtent. Dus we gaan even kijken waar het plek is. Het zal waarschijnlijk wel weer helemaal bomvol zijn, maar ja. Ja, trouwens, het is helemaal vol. Moet je weer reserveren. Het is gewoon weer helemaal kut. Iedereen gaat daar niet heen. Zou ik bellen nu? Oké, ik kan wel een tent bellen. Ja. Nou jongens, ik heb helemaal niet gevlogd op het strand. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Maar het was wel echt super, super lekker. We hadden even een wrapje met kip gehaald. En een lekker despootje op. Dat was helemaal leuk. We gaan nu onderweg naar de auto weer. We hebben lekker in de zon gezeten. Het was echt super warm gewoon. Nou, topdagje. Nou guys, het is inmiddels avond al. We hebben lekker gourmet bij Stan, super gezellig. We hebben net gesport, ik heb me gedoucht, gefeund, maar gefeund, opgemaakt. Nieuw oudje aan. We gaan nu naar een vriend van Stan, we hebben een gezellig feestje, dus het wordt helemaal leuk. En ik ga lekker wijnen. Goedemorgen, in ieder geval hallo. Het is vrijdag, het is al 4 uur. Gisteravond was super gezellig, ik had alleen een paar wijntjes gedaan, maar... Ik ben op een of andere manier zo moe. Ik heb ook nog geen koffie op vandaag. Nou, dan gaat het al fout. Dus ik ga even lekker een koffietje drinken. En dan moet ik zo meteen werken. Ik heb wel al de video geëdit. En sushi moet ik met Denise Anna. Die is heel leuk geworden. Dus check die. Die staat morgen online. Voor mij nu. Bij jullie staat die online. Ik moet even mijn haar borstelen. Ik ga gewoon geen make-up op doen. Echt fuck dat gewoon allemaal. En ja. That's my life story of the day. Ik heb echt een shirt aan van Daily Paper. Ik krijg altijd de vraag hierover, maar ik denk niet dat deze nog te koop is. Ik heb deze al 2 jaar of zo. Sportlegging, schoenen. Oh, I'm so tired. Zou het echt van een koffie komen? Dat zou echt heel erg zijn. Oké, guys. Ik ben inmiddels terug van mijn werk. En waar ik nog op terug wilde komen was de Canon selfie ding. Noem je dat? De selfie square. Hiermee kan je dus foto's uitprinten. Zoals een Polaroid. Je kan dus hier dus heb ik papiertjes in zitten. Dat het dan gaat uitprinten als een Polaroid. En je kan gewoon een foto kiezen vanaf je telefoon. Dus je kan gewoon mooie foto's met je telefoon maken. Maar zo'n Polaroid effect krijg kan je dus van Canon dit aanschaffen. En dan kan je dat met een app die je moest downloaden. Die laat alle stappen zien. Dus ik ga het even proberen. Oké, ik heb dus een leuke foto van mijn Isabel gekozen. En dan ja, klik je op print, denk ik. Oh, hier komt hij eruit. Huh? Oh, hij print het kleur voor kleur. Nou, wat grappig. Nu is die rood. En nu blauw erbij. Hè? Hoe is dit mogelijk? Hoe is dit toch mogelijk? Echt. De technologie blijft me elke dag weer verbazen. Ik vind het niet normaal. Dit is toch wat je wil. Hoe leuk! En dan heb je nu zo'n leuk fotootje. Dit is zo leuk als verjaardagscadeautje. Gewoon een foto met iemand samen als cadeautje. Oh my god. Ik vind het echt heel leuk. Dit is echt een uitvinding. Nou, dit werkt zo makkelijk. Ik dacht echt, what the fuck. Maar je hoeft letterlijk alleen even te verbinden met elkaar door een QR-code te scannen. Dat hier staat. In die app moet je dan dat scannen en dan is het gewoon verbonden. Helemaal niet Bluetooth of zo. Fucking handig. Nou, dit is echt een lijfhack van de eeuw.
Polaroid camera's zijn ook echt duur. En de foto's komen er altijd lelijk uit. Omdat je niet kan zien dat er haar vlees komt. Nu wil ik gewoon met je telefoon een leuke foto maken. En dan weet je gewoon precies wat goed is. Nee, meid. Ik vind het helemaal leuk. Nou, helemaal leuk. Helemaal verslaafd aan het apparaat. Ik wil mijn hele camera rond de rol nu het liefst uitprinten. Ik ga even spullen pakken. En dan ga ik gezellig naar Stani. Good morning. Het is vandaag zaterdag. Ik was gisteravond bij Stan. Gezellig geweest. Vanochtend gesport. Vroeg opgestaan. Het is nu bijna 1 uur. Het is al 1 uur geweest. Het is bijna 1:30. Ik heb gedoucht, omgekleed, opgemaakt. En ik ga nu naar Isa gezellig toe. Naar haar ouders. Dus we moeten een uurtje rijden. Maar niet erg. Ik hou lekker van auto rijden. Ik heb niet zo heel veel make-up op. Gewoon natural. Topje van Naked. Broek van H&M. En schoenen ook van Naked. Het was van Zavoel. Dus dit is de outfit of today. En ja, weer is niet echt top of zo. Maar ja, ik ga nu onderweg naar Isa. Heel gezellig. Ziet er wel beter uit. Ik ben bij mijn schatty. Ja, bij haar ouders. Ja. Leuk. En we gaan nu lekker koekjes bakken. Chocolate chip. Ja, van die American. 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 Ik had American. 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 En dan lacht iedereen me uit. American cookies. American chocolate. Heb je daar echt een bepaald recept voor? Ja, ik gebruik altijd wel van Saar op YouTube. Mm. Zij zou het hebben voor alleen doen minder suiker. Want zij doet het ja. Veel suiker. Ja. Ja. Beter. En dan kun je de jacuzzi staan. Ja, helemaal gezellig. Ja. Ik heb dat denk ik uit. Oh ja. Nou, we zijn lekker cookies aan het bakken. Ja, het wordt echt lekker. Denk ik. Ja, het ziet, ja, je hebt wel vaker op, toch? Ja, ze zijn heel lekker. Het is echt, oh, het was echt, nou, echt super makkelijk om te maken eigenlijk. En heel weinig wordt maar vies. Je doet alles in je doet alles in dit pannetje. En, nou, ik weet nog niet hoe het smaakt, maar het ziet er in ieder geval heel goed uit. Ja, lekker met chocola. Ja. Love it. Oh my god, kijk hoe goed dit eruit ziet. Ik heb nu even in de koelkast hoor, maar ja. Oh, die chocola. Zo love lekker. It. En dit is vet handig, zeg maar. Dan kan je het zo hierin oprollen. Oh ja. En dan kan je het makkelijk zo in de koelkast. En dan proeft het ook goed. Ja. Van een YouTube. Van YouTube bakkers. Kijk altijd van die filmpjes. Lifehack. Op YouTube. We gaan beginnen. Eet heerlijk. Eet smakelijk. Ja, nou, we zijn net in de jacuzzi geweest. Lekker chill outfitje, you know. En we gaan nu de koekjes proberen. Alleen we hadden hem dus in de vriezer gedaan. En het is gewoon helemaal één bevroren blok. Dat was dus niet scherp. Ah, zie je. Deelgedeelte. Ik ben heel erg benieuwd hoe het smaakt. Jij hebt het al vaker op, maar... Ja, het is echt zo lekker. Het zijn echt van die grote koekjes. Echt van die... Lekker. Koekjes. Ja, ik denk misschien dat we gewoon... Maar dit kan je niet breken, denk ik. Nee, oh, je kan er wel doorheen snijden. Oh, nou dan komt het wel goed. Het is echt, ja, ziet dan er moet echt. Je dit even in een bol krijgen of zo. Maar die ringen, shit. Niet tegen mijn ringen aan. Oh, dat gaat. Dat komt goed. Oh, we hebben nog die chocola in de koelkast. Oh, moet die pakken? Ja, dan doen we dat ook. Oh my god, kijk hoe goed deze koekjes eruit zien. Ik film met twee camera's. Hoi. Maar kijk, het ziet er zo lekker uit. Echt zin om het op te eten. Can't wait. Niet op de oven, een beetje vies deurtje. Oké, de koekjes zijn klaar. Het is echt niet normaal. We dachten dat ze ver uit elkaar hadden gezet. Ze zijn echt huge. Mm-hmm. Wel lekker, maar ze moeten we even afkoelen nu. Ja. En we gaan een serie kijken op Netflix. Circle. The Circle, een soort reality TV. De koekjes zijn klaar. Oh my god, het ziet er zo lekker uit. Het is heel lekker te jouw camera. Oh. Even twee pakken. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Ik ben nog steeds bij Isa. En we hebben net foto's gemaakt voor een giveaway van Frankie's. Ik heb dat shirt ook aan. Heel leuke foto's geworden. Ik moet nu zo meteen weer snel door. Want ik heb de verjaardag van Stans oma. En daarna hebben we de verjaardag van mijn moeder. Dus het wordt helemaal druk. Maar de foto's zijn echt super leuk geworden. Yeah. Kijk. Helemaal cutie. Met deze shirtjes dus. Ja. Ah, die heb je nog niet laten zien. Ik heb hem met wit en zwart. En Sarah zwart en wit. Helemaal leuk. Ja. Maar ja, we hebben wel leuke foto's. We moeten even leuk uitkiezen. Ja, echt leuk.
Alright, ik zit nu in de auto. Ik ga nu een uurtje weer naar huis rijden. In ieder geval, ik ga naar Stan. Ik haal hem op. Gaan we naar zijn oma. Gezellig. En het was echt super gezellig hier. Ik heb echt lekker genoten. Het was helemaal leuk met de girlie, Isa. En ja, ik heb zijn tijd stress dus ik ga. Hoi allemaal, het is al zondagavond. Ik heb helemaal niet meer gevlogd. Het was echt super lekker borrelplank op. Mijn oma's en mijn broer was er. Deze borrelplank, heel lekker. Alleen, ik ga nu slapen. Het is zondagavond. Ik ga ook de vlog afsluiten, want dat was alweer de week. Ik heb echt geen idee wat deze week heb gedaan. Ik vond het best wel een leuke week. In ieder geval als ik nu over terugdenk. Ik denk niet echt van, het is een kut week of zo. Het is gewoon een leuke week. En ja, ik heb een sushi shirt aan. Een slaapshirt. Love it. I love sushi. Maar ja, ik hoop dat jullie de week vol geluk vonden. Vond je de week vlog nou leuk? Vergeet even niet een blauw duimpje omhoog te geven. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En de notificatie aan te zetten. Blijf altijd hoog als ik een nieuwe video plaats. Ik hoop dat jullie de video heel leuk vonden. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!